Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd en ik heb weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag de eerste schoolweek. Maar het is allemaal online, dus het is allemaal bullshit. Ik heb nu wel een online les. Eigenlijk de kick-off. Ik ga nu mijn derde jaar van de opleiding Creative Business doen. Ik krijg hier heel vaak vragen over, dus heb je ooit een vraag? DM me. En dan kan ik misschien je vraag beantwoorden. Ik heb namelijk natuurlijk gewoon ervaring van de opleiding zelf. Ik vind de opleiding heel leuk, maar ik vind het nu gewoon kut dat het online is. En daardoor heb ik er iets minder zin in als dat ik normaal zou hebben. Ik heb ook niet alles gehaald van het tweede jaar door online. Dus dat moet ik allemaal nog inhalen. Ik moet zo meteen wel naar Castricum. Heel ver weg. Ik weet echt niet hoezo, maar daar is ook een of andere kick-off van het project. I don't know. De zon is echt fel. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Deze leuke ketting van Labella. Actiecode heb ik nog steeds. Met de kortingscode Sarah Verwoerd krijg je 50% korting. Dan deze leuke armband ook. Dan heb ik een shirt aan van Most Wanted, volgens mij. Of van Villa. Blazer van Shein, riem van de H&M, broek van de Concrete Fashion, schoenen van Haren gewoon. En dit is de outfit. En ik ga denk ik dit tasje erbij doen van Shein. En nu online les. Zo, het is tijd om te gaan. Het is 11 uur, dus ongeveer 40 minuten rijden. Het moet 12 uur zijn. Het is 10 over 11. Maar ja, ik dacht ik ga wel iets eerder weg. Met mijn kinderen. Sta ik weer vast of whatever, ben ik weer te laat, kan ik het niet vinden. Dus ik ga erheen. En echt geen zin in. Maar misschien is het wel hartstikke leuk, weet je. Niet zo aanstellen. Het is inmiddels 4:15, de kennismakingsdag. Het was een soort kennismakingsdag. Nou, ik heb echt een super gezellige klas. Het was echt heel erg leuk. Echt meteen al gezellig gepraat met iedereen. En ik heb meteen al superveel te doen vanmorgen met school. Maar dat ga ik vanavond denk ik doen. Ik slaap vanavond namelijk bij Isabel, want de ouders zijn op vakantie. Dus ik slaap gezellig vanavond bij Is. Ik ben er nu ook. De kortingscode is echt super goed gegaan. Dus er zijn heel veel bestellingen en die gaan we nu lekker inpakken. En op de post doen. Ik ga weer eten. Ik ga zo meteen naar huis spullen pakken. En ja, het was echt een super leuke dag. Het was echt leuk om iedereen even in het echt te zien. En iemand zit me echt fucking raar aan het kijken. Ik weet mezelf zitten filmen. Dus ik ga maar snel weg. Doei. We hebben alles liggen. We gaan alles inpakken en op de post doen. Nu liggen allemaal. Mag natuurlijk, als dat allemaal informatie op. Maar dit hele pak. Een hele pak met vast. Er zijn nog zoveel reserveringen in de wacht. Nou, alle bestellingen. Nou, niet alle. Een deel van de bestellingen. Echt mega veel. Super veel. Zo leuk. Dankjewel allemaal. Ja, dus, ik wou zeggen, jullie zijn komen eraan. Maar jullie hebben hem al lang gehad als deze vlog online is. Dus. Deze code is voor altijd geldig. Ja. Dus jullie hebben het ook gekregen. Ja. Corona. Ik ben nu al een tijdje bij Isabel en we hebben net lekker gegeten. We hadden wraps gegeten die nog over waren. En ik moet nu 5 video's kijken voor school. En het zijn allemaal echt een half uur lang, dus het is echt verschrikkelijk. Ja, ik moet even 8 minuten kijken. Ik ga even koffie zetten, want ik val al op. Jezus, wat de hel! Had ik ook vanavond niet meer kunnen slapen. Nee. Dat is dus stom. Nee, lekker thee. Daar word ik niet wakker van. Iets wel wakker, dat snap ik. Hooggehangen. Zou dat is echt een aanles, want het slaat nergens op. Nou, koffie, weet je hoe goed dat helpt? Ja. Hoezo? Je spuit toch lekker in slaap? Ja, nee. Ja. Boeien. Kut. De batterij is bijna leeg en ik heb mijn oplader niet mee. Nou, kijk, een goede student is zitten. Niet normaal. Echt niet normaal. Maar ja, we moeten even het jaar goed gaan beginnen. Ja, zeker. Oh. Nou, ik wil even een leuk filmpje maken dat ik hier zit met Isabel. Maar het eten is zeg maar al op voordat de camera aangaat. Maar we hadden lekker toastjes en een wijntje. We zaten net echt de hele tijd op school. Oh.
Dat is echt mijn vaders programma, hier staat hij op. Wielerdealers. Ik kan het niet meer aanzien. Het is avond, we gaan lekker slapen. Bijna 1:30 alweer. Ja, die is wel gewoon 8:30 naar school. Online les. Dat is wel hoor. Zou je al 8:30 moest je gewoon 6 uur uit of zo? Nee, dat kan niet. Slapen met de zussen. Oh my god. Maar jij gaat boven slapen. Ja, want ik ga echt een beetje wel in bed slapen. Want dan word ik morgen om 8:00 wakker. En dan gaan we die doen. Oké, even tussendoor in de weekvlog. Ik doe dit als eerder, want het pakketje is op zaterdag binnengekomen. En ik wilde dit aan het begin van de vlog laten zien. Ik heb namelijk een superleuk pakket binnengekregen van Chiquelle. En yes, dat ga ik laten zien. Ook kun je 20% korting krijgen. Dus wil je alvast wat shoppen, gebruik de code SARAV20. En dan krijg je een kortingscode van 20%. Oké, ik ben echt mega benieuwd. Ik had zeg maar een trui en een joggingspak in dezelfde kleur besteld. Maar nu heb ik het in twee verschillende kleuren gekregen. Bruh. In ieder geval heb ik een paarse joggingsbroek. Dit is in een lila kleur. Nu gewoon een topje aan. Maar dit is in ieder geval de joggingsbroek. Hij is wel echt super chill. En hij zit zo lekker. En hij is echt heel zacht. Maar ik had hier dus eigenlijk zo'n paarse trui op. Maar die is dus niet binnengekomen. Ik weet niet wat er fout is gegaan. Maar I don't know what it is. Dus ik zie het al. Deze trui had er dus in deze kleur moeten komen. Maar ik denk dat ze gewoon een verkeerde kleur hebben gestuurd. Dus ik ga gewoon even mailen naar hun. En dan krijg ik denk ik wel gewoon een goede kleur toegestuurd. Maar hoe leuk pak zou dit zijn als het allebei in dezelfde kleur zou zijn. Of ik ben echt heel dom en heb twee verschillende kleuren doorgegeven. Ik hoop het niet voor mezelf. Maar echt een super leuk joggingspak. En ik hoop dat ik het even in een goede kleur krijg. Maar dat is echt niet normaal hoe zacht deze stof is. Het is zo lekker zacht. En het zit zo lekker. Dat is echt niet normaal. Hier wil je gewoon echt in leven. Dan heb ik hier iets zwarts. Dit is... Oh ja, dit is dus zo... Dit is echt heel leuk topje. Dat zeg maar zo loopt. Dus misschien ga ik die vanavond wel aandoen. Ik ga deze eventjes aanpassen. En ik heb ook een hele leuke broek. Die pas ik ook meteen. Beige stof. En die loopt ja gewoon een soort wijd uit. Maar echt, echt heel leuk. Het is echt leuk met leuke laarsjes of zo eronder. Ik ga dit eventjes aandoen. Dit is de top. Deze vind ik echt zo leuk. Ik ga deze vanavond denk ik ook aandoen. Het loopt zeg maar een beetje zo vierkant. Echt super leuk. En dit is de broek. Die is ook heel erg leuk. Die is lekker een soort flare aan de onderkant. Die schijnt wel een beetje door. Hij is van achter heel mooi aansluit bij je kont. Ja, dit vind ik echt super leuk zitje. Ook met leuke hakken eronder of zo. En dan het laatste ding alweer. Ik weet niet wat dit is. Oh! Het is gewoon een simpele kooltrui. Nou ja, een beige kooltrui. En dit kan ik echt niet genoeg hebben in de winter. Ik mis altijd truien. En dat soort dingen. Dus dit is echt altijd leuk te combineren met een leuk jasje en kettingen. En ja, dit is echt zo'n super chill basic item. Ik heb volgens mij trouwens alles in maat M. Als ik me goed kan herinneren. Oh, maar dit is echt heel kut nu om mijn make-up aan te doen. Ik laat deze wel verder in de vlog anders even aanzien. Want het wordt echt kut als ik dat in mijn make-up aan ga laten zien. Ik ga deze top gewoon lekker aanhouden. Goedemorgen. Hallo. Lekker geslapen? Ja, lekker kort. Echt? Ja, ik moest toch om 8:00 uit. Ik niet. Hey. Nou, het is inmiddels bijna 11:00 en ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb gewoon een trui en een legging aan. Ik ga even de vlog editen. En vanavond moet ik werken om 16:30. Dus dan ga ik lekker deze outfit aan doen, want het is gewoon chill met werk.
En ik heb al lekker de koffie gezet. En die spoelt het heel koud. Ik vind het zo koud. Bij mij het heb weer online les hoor. Ja, ja. Mijn nummertje geven. Je studentennummer. Huh? Je studentennummer. Nee, gewoon mijn nummer, mijn telefoon. Oh, hij is je aan het fixen. Het is inmiddels 4:30. En ik ben onderweg naar werk. Het waait. Ik weet niet of jullie me horen, want ik heb ook muziek in de Scornix. Maar het is inmiddels 9 uur. Ik ben thuis bij Isabel. Hallo. Dus Isabel had lekker voor mij gekookt. En het is alweer op. Maar Isabel is natuurlijk alleen thuis hier. Maar haar broers komen net terug van vakantie uit Spanje. En code het code oranje daar. Dus Isabel en ik gaan nu vanaf nu bij mij slapen. Want we gaan niet hier in een coronahuis zitten. Nee. Want ja, je weet het maar nooit. Isabel, we hebben het ook al gehad. Ik heb het al gehad. En ik heb geen zin om weer 2 weken thuis te zitten. En we hebben nog geen contact gehad met mijn broers. Dus zitten daar buiten. Dus achter. Ja. Dus ja, wij gaan lekker weg hier. En ik ga morgen de hele dag naar Amsterdam met mijn moeder. Was ik helemaal vergeten, maar super gezellig. En in de avond gaan we lekker sushi met Bang opnemen. Nou, het is inmiddels 10:45. En we zijn onderweg naar de McDonald's. Ik zit nog steeds in mijn Spar-kleding. En ze hebben dus nu bij de Spar. McDonald's. Oh. We zijn nu bij de McDonald's. Spicy chicken nuggets. Nou. Dit moeten wij proberen. Het is echt gewoon niet spicy. Dan ga ik terug. Oké, hij gaat nu piepen. Zul jij eens even een beetje? Holy shit. Oh, hij stopt mee. Oh. Of toch net? Ja. Oké, maar dus we gaan eens proberen en we laten de eerlijke review achter. Ja. Oké, ik ben super erg benieuwd. Oh, het ruikt naar hot wings. Zo, inderdaad. En sek choy. Yes. Dit. Kijken jullie ook sek choy? Geef het niet. Laat weten in de comments als je ook sek choy. En dan hoor je dit. Hoor je dat altijd? Nee, dat hoor ik niet. Ben benieuwd. Oh. Dit zijn de spicy chicken nuggets. Zo, ja. Mmm, lekker. Heel lekker. Dat is al heel lang in Amerika. Huh? Bij de Burger King. Ja. Lekker. Ik vind het lekkerder dan gewone. Ja, lekkerder. Gewoon een kipnugget. Maar dan, nee, maar hotwing achter. Maar dan inderdaad met een soort hotwing. Oh, kutding, het past er net niet in. Volgens mij is het voor de asbank, of niet? Oh, ik zou het niet weten. Dat weet ik niet. Maar. Oh, je kan het er ook uithalen. Mm. Dan kan je wel 3 keer erin zetten. Nou, is het een asbak? Weet ik niet. Ja. Nee, ja, het is een as. Dat is luchtinval. Ja, het is echt verschrikkelijk. Ik zie er ook niet uit. Ik kan niet. Oh, maar dit is lekker. Ik ga dit voor dan altijd nemen. Ja. Het is echt pittig. Maar niet dat je denkt, mijn perfecte spicy. Ja. Niet dat ook niet dat je smaak bederft. Soms is het echt dat het zo pittig is dat ik niks meer proef. Ja. Dat heb ik best met hot wings hoor, dat ze te pittig zijn. Ik heb de tong gewoon. Maar had ik dat naast nou? Ik weet niet meer. Ik kan het wel herinneren. Was het in het sushi restaurant of zoiets? Ja. Nee, niet meer. Ik heb ook ergens een sushi restaurant. Ja. Laten we dan spicy tuna of zo. Nee, dat is nooit pittig. Oeh. Nou, ik vind ze heel lekker. Jongens, echt aanraden. Nou, als je van spicy houdt.
Oké, we gaan. Doei. Morgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik ben wakker geworden met Isabelletje. Isabel is net, ja, die ligt nog in bed en die is bezig met school. Maar ik ga gezellig met mijn moeder een dagje naar Amsterdam. En het blijkt dus dat je daar een mondkap op moet. Ja, volgens mij wel. Maar ja, als ik niemand met een mondkap op zie lopen, dan ga ik het ook niet doen. Nee. Dus we gaan het zien. Volgens mij moet het wel. Ja, nou. We gaan het zien. Nee. We nemen het wel gewoon mee voor zekerheid. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik ga natuurlijk lekker shoppen, dus ik vind het chill altijd om gewoon simpele kleding aan te hebben. Ik heb dit topje aan van Bershka. Dit jasje van Concrete Fashion. En deze broek van de Sting. Super handig. Ik ben dus met mijn moeder onderweg. En ik zeg, mam, heb je de mondkapjes? Nee, vergeten. Dus ik ben nu ergens bij een Albert Heijn in Nieuw-Sloot in Amsterdam. Kijken of ze hier mondkapjes ergens hebben. Want ja, we gaan het laatste stukje met de tram. Heel handig. Nou, ik kwam hier dus de blokker eerder tegen. En ik heb het gevonden. Jeetje, wat een gedoe. Nou, het gaat alweer helemaal goed, want wij lopen naar de tram en de tram rijdt voor onze neus weg. Dus we weten, volgens mij stonden we niet bij de goede punt, maar we moeten dus even kijken waar we wel heen moeten. Dus we zijn nu naar een ander punt aan het lopen. Het gaat allemaal weer helemaal goed, hè, mam? Ja hoor. Wordt een gezellige dag met mijn mami. We zitten in de tram. Het was toch wel het punt waar we waren, maar die tram reed ons gewoon voorbij, ze had gewoon schreden. Maar we zitten erin, dus het is gelukt. Het is nu ondertussen alweer 11:30, hè? Ja, ik was niet voor niks niet dat ik niet bij de mond. Je mag hem niet afdoen. Zo, we hebben lekker bagel. Ik heb met kip en avocado en mijn moeder heeft lekker met zalm. Eet smakelijk! Ik ben in de wc van Bagel & Beans, maar fucking grotere wc, by the way. Ik heb echt leuke dingetjes, maar we hebben net geleerd, we gaan nu even door shoppen. We zijn even lekker koffietje aan het doen en we hebben twee lekkere taartjes erbij. Ik ben weer thuis en wat een dag. Ik ben echt kapot. Het is 6 uur. Ik ga vanavond sushi met Bagel opnemen met Isabel. Daar heb ik wel super veel zin in. Ik ben alleen echt dood. Zo'n dag kost zoveel tijd. Ik heb niet heel veel geshopt, want ik kan nog heel veel leuke dingen uitzoeken bij superleuke kledingbedrijf voor samenwerking. Dus ik wil er niet te veel kopen, want anders heb ik alles alweer. Ja, ik zal even laten zien wat ik heb. Ik heb twee hele leuke dingetjes bij Most Wanted. Dat is vandaag natuurlijk 28% korting, omdat Daniek jaag was dat volgens mij. Dus 28 was geworden. Ik had een nieuwe concealer bij de MAC gekocht. Want die van mij was kapot gevallen. Echt hartpijn. Hij was iets van €24, maar je doet hier zo lang mee. Dit is echt mijn... Ja, ik heb de goede kleur gekocht, yes. Dit is mijn favoriete concealer. Ik heb deze denk ik al 2 jaar. En je hebt zo'n klein druppeltje nodig, omdat hij zo gepigmenteerd is. Dat is echt top. Het is echt de beste concealer ever. Dus ja, hij is €24, maar je doet er echt mega lang mee. En ik heb hem in de kleur NW20. Dat had ik dus goed onthouden. Dan heb ik weer eindelijk lekker een volle nieuwe. En deze heb ik altijd iets lichter dan ikzelf. Want ik vind het mooi als, zeg maar, je concealer iets lichter is dan je foundation. Dan heb ik deze hele leuke broek gekocht. Deze heb ik trouwens ook even op de film gehad. Dat is deze broek. Hij heeft een soort... ja, leerstofje. Ik heb deze als aanbeeld gehad. En deze is €30, volgens mij €35. In de maat M heb ik hem. En dan heb ik echt een fucking leuk jurkje. En ik heb ook een soort cowboy laarzen besteld. En dat is echt fucking leuk hieronder. En dat is dit jurkje. En dit heb ik ook in maat M. En deze was €30. En er was dus 28% korting. Dus ik heb uiteindelijk maar €45 betaald voor deze twee dingen. Dus dat is echt top. En daar heb ik ook nog een legging gekocht. Bij de, gewoon een sportlegging bij de H&M. Want ik leef in deze leggings. Ze zijn zo top. En dit is maat M en deze was €20. Dus dat is eigenlijk wat ik heb gekocht. Ik ga even kijken
hoe die legging staat. Of die de goede maat is. Want... Maar ja, mijn moeder en ik hebben vooral een gezellig dagje van gemaakt. We hebben lekker geluncht, lekker uitgebreid kunnen praten. Want ik ben de afgelopen tijd super weinig thuis geweest. Dus ik heb mijn moeder niet echt lang goed kunnen spreken. En daarna hebben we nog een lekker koffietje en een taartje gegeten. We wilden eigenlijk ook nog wijnen, maar dan ga ik toch weer hapjes zitten eten. En ik moest ook nog die sushi mukbang opnemen. Dus ik dacht, dan heb ik geen honger meer. Dus dat gaan we nog een andere keer doen. Dit is hoe die legging zit. Echt perfect zit die. Echt, zoek je een goede legging, deze van de H&M. Hey, het is inmiddels avond en wij hebben de sushi mukbang gefilmd. Ik zit echt bomvol. Ik knal uit elkaar, dat is niet normaal. Maar ik ben nu even aan het opruimen. Is wel blij dat je ook weer slapen vanavond. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, het is 9:45. Hoi. Ik heb echt geen zin in morgen, omdat ik aan school zit. Ja, en ik moet morgen naar school. Wel leuk. Wat voor les? Dat is wel een beetje leuk uitzien, maar ik heb echt geen kleren. Wat voor les heb je? SLB. Nou, dat is gewoon allemaal bullshit dus. Zo, we zitten meteen hier dus bruin vlek op. Ja, ik zit lekker. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer donderdag. Het is echt kut weer. Ik heb vandaag geen online les, maar ik moet wel aan de school op dag, want ik moet morgen iets af hebben voor de les van morgen. Ik kijk veel te veel naar mezelf in het scherpje. Daar moet ik echt mee kappen. Ja, ik heb mijn hele kamer opgeruimd. Want mijn kamer was maar de vloer bijna niet meer te zien hier. Ik heb alles opgeruimd. Ik ga ook nog even snel mijn bed verschonen. En dan ga ik aan school zitten. En ik denk alvast de video, de sushi mukbang editen. Isabel is naar school toe. Want die moet echt naar school toe. Ik heb dat nog niet gehad helaas. Maar dat vind ik wel leuk voor haar. Want zij begint natuurlijk nu net de opleiding. En je weet helemaal niet in wat voor school je zit ofzo. Ja, maar ik ga ook even de overgebleven sushi eten, want ik heb honger en het is op het moment 12 uur. En ik was echt al 9 uur wakker, dus ik heb echt heel rustig aan me klaargemaakt. Lekker gedoucht, lekker opgemaakt en ja, nu ga ik even beginnen aan school en zo. Het schoolleven begint echt for real. Het is inmiddels 12:30, ik ga even wat dingetjes doen voor school en een beetje aan YouTube. En ik heb nog sushi over van gisteren. Dus dat ga ik lekker opeten. Ik zit hier echt al de hele dag. Ik ben alleen maar de video aan het editen. En ik ben totaal niet bezig met school. En ik zit heel de tijd uit te schrijven. En nu moet ik werken. Ik ga nu wel eerst even snel een koffie zetten. Voordat ik ga werken. Het is echt kut weer. Kijk het weer, jongens. Het is gewoon echt vies weer. Kijk, weer een hele lading met bestellingen. Zo leuk. Die gaan we zo op de post doen. En we moeten zo lekker samenwerken. Yeah. En vanavond gaan we lekker borrelen bij Bo. Ja, ik moet echt nog heel veel doen. Zo, het is donker. We zitten in de auto, we zijn klaar met werk. En het is gewoon fucking donker al. Normaal was het gewoon licht. Yeah. En we zijn echt moe en bol. Gewoon, ik voel me heel raar vandaag. Nou, ik ben bij Bo, gezellig, met Amee, Isabel en Bootje. En Bo heeft een hele borrelplan gemaakt voor ons, ik ben benieuwd. Oh, niet kijken, niet kijken. Oké, niet kijken. Nou. Jezus. Wat goed. Hoe leuk. Oh, nou. Oh mijn god, lekker. Girl, jij moet echt in een restaurant beginnen. Oké, jullie zien mij niet eens, maar het is nu 11:45 en ik ben echt doodmoe, dus ik ben naar huis aan het lopen. Ik ben er gewoon naar huis gegaan, want ik kan niet meer, ik ben zo moe, ik val alleen maar in slaap. Dus ik ga lekker slapen en ik spreek jullie morgen weer. Doei, doei. Good morning, het is alweer vrijdag en ik moet vandaag aan school zitten. Ik heb online les en ik moet even nog wat opdrachten maken. En vanavond moet ik werken. Maar ik ga vanavond niks
doen. Want morgenochtend heb ik een hele leuke afspraak. Ik ga namelijk mijn wenkbrauwen soort semi-tatoeëren. Het is zeg maar een, volgens mij heet het iets van powder brows. Maar ik ga er morgen dus heen en ik mag ook alles filmen, dus dat is super leuk. Ik ga het hier doen. En dit is in Purmerend, dus dat is voor mij 40 minuutjes rijden. Dus daar ga ik morgenochtend heen. Heb ik om 9:30 een afspraak. Dus ik ga vanavond niet te laat maken. Want anders ken ik mezelf. Gaat het weer helemaal fout. Als ik echt weer ga drinken en zo. Nou, ik heb nu online les. Ik snap er echt helemaal niks van. Want dit ding doet fucking raar de hele tijd. En er wordt niet gepraat. Ik snap nou niet wat de bedoeling is. De les is echt al 9:30 bezig. En iedereen zit er echt van. What the fuck moeten we doen? Niemand snapt wel van. En er wordt gewoon. Ik hoor gewoon niks. En het is super raar. Ik hoor ook echt dat ik een beetje verkouden ben. Maar het maakt niet uit. Ik ben nu even een tosti aan het maken. Nou, het is inmiddels 2:30. Ik heb heel de tijd online les gehad. En op zich ging online les uiteindelijk wel goed. Ik heb er wel wat aan gehad. Ik zal een beetje uitleggen wat ik nu doe. Ik zit natuurlijk nu in mijn derde jaar. En in je derde jaar ga je specialisatie doen. Ze noemen het nu een thema semester. Dus dan kan je uit 4 dingen kiezen. En ik heb gekozen voor media ondernemerschap. En dat komt omdat ik 1 ondernemen leuk vind. 2 het is een uitdaging. Want het is niet het makkelijkste wat je kan kiezen. Want je hebt best wel zware tentamens. En 3 ik wil later sowieso ondernemen. En wat ik nu natuurlijk met YouTube doe is ook ondernemen. Dat vind ik heel erg leuk. Maar wat ik dus moet gaan doen is een eigen onderneming gaan starten. En dat moet je gewoon echt serieus gaan doen. En het is heel leuk. Maar ja, ik moet wel even nog mijn goede idee even goed uitwerken. Wat ik tot nu toe in mijn hoofd heb is dat ik een ondernemerschap wil doen in social media. Dus dat ik social media ga beheren van beginnende start-ups en beginnende bedrijven die bijvoorbeeld door de coronacrisis veel online willen gaan doen, maar hier zelf bijvoorbeeld geen kennis voor hebben. Hier ook influencers aan koppelen. Dus dat ik influencers met die bedrijven ga samen stellen en dat ze samenwerking kunnen gaan doen, waardoor ze nog meer kunnen groeien op social media. Dus daar ben ik een beetje mee bezig met school. Verder ga ik zo werken natuurlijk. En ik heb nu heel erg veel honger. Ik heb alleen nog maar die tosti op. Maar ik weet dus niet waar ik zin in heb. Ik heb eigenlijk zin in McDonald's, maar dat kan echt niet. Is dat een boeketje voor mij? Oh, ik zweer het. Oh nee, hij loopt ergens anders heen. Jammer. Het slaat echt nergens op, maar ik zag het in de koelkast liggen. Dus ik ga even wat poffertjes eten voor werk. Want daar heb ik echt heel veel zin in opeens. Wel echt slecht, maar wel lekker. Het is tijd om naar werk te gaan. Ik heb even een staart ingedaan. Waar was echt vies en vettig. Ik ben een beetje aan de late kant. Dus ik moet snel vandoor gaan. Ik zat weer achter mijn laptop filmpjes kijken. En dan vliegt de tijd voorbij. Het is inmiddels echt al 9:00. Ik ben nu pas klaar met werk en ik sta bij Isabel voor de deur. Hoi jongens. En ik ga gezellig hier eten bij Isabel. Oh, stond de deur dicht. Ja. Oh, die mug hier. We gaan lekker eten hier. Ja. Isabel is nog steeds alleen thuis en haar broers die dus in quarantaine zitten zijn bij een andere vriend waar ze die ook in quarantaine moet. Wat is dit? Ja, pannenkoeken. Oh. Maar ik heb dit gekocht, maar moet je dat er doorheen doen ofzo? Ja. Allebei. Denk het wel. Hoezo niet? Ik weet niet hoe het werkt. Ik ook niet. Best jong. Gooi het gewoon in, ja. En vanavond gaan we even niks doen, want ik moet morgen gewoon weer 9:00 op. Isabel moet 6:00 op en werken, dus gewoon even een lekker rustig avondje. We hebben echt heerlijk gegeten. Daarna bit gewoon een teer op en een hartje heeft eten. Oh, wat erg. Maar we zitten Love Island te kijken, maar ik vind het zo erg. Waar is het voor af? Seizoen. Iedereen loopt alleen maar te janken. En zo jaloers. En ook, wij zien echt niks. Nee, je ziet natuurlijk ook maar de helft. Maar ik vind dat meisje met die krullen wel heel irritant. Want ze zit echt bij iedereen te flirten en te doen alsof ze diegene wil. Terwijl zij denkt gewoon, ik ga alle jongens voor me winnen ofzo. Maar iedereen loopt alleen maar te janken. Ik word er niet goed van. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik heb me semi opgemaakt, want ik mag natuurlijk niet mijn wenkbrauw doen, want die ga ik zo meteen laten doen. En ik heb ook geen mascara op, gewoon een beetje bronzer, een beetje foundation. Ja, ik ga zo meteen onderweg, dus 40 minuten rijden, dus ik moet
wel een beetje op tijd weg, want het zit in permanent. Ja, mijn haar wil ik even laten borstelen op de rogen. En ik ga even een koffietje drinken en dan ga ik eigenlijk vandoor. Alright, het is nu 10 uur. Ik zit al een tijdje in de auto. Ik ben nu onderweg naar Purmerend. Ja, mensen gaan sowieso weer haat op mij. Ik weet nu al wat mensen haten toch altijd al op mij. Met dat corona gezeik. Maar ja, sorry. Ik weet niet of... Ja, mijn mening is gewoon dat ik het allemaal heel overdreven vind. En ik bedoel, het gaat nu juist goed. Want niemand ligt op de IC. En iedereen raakt besmet en wordt er gewoon genezen gewoon van. Dus ik vind het allemaal een beetje onzin. Kijk, tuurlijk, je opa en oma, dat moet het gewoon niet krijgen. Maar je moet gewoon dan niet je opa en oma bezoeken. Maar, whatever, dat is mijn mening. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Mensen die wel de huur af voor willen oppassen, weet je, ga je gewoon. Wil je mij niet zien, dan ook prima. Maar laat mij ook gewoon lekker mijn ding doen. Ja, en that's it. Maar ik ben onderweg, heel diep gesprek. En ik zie jullie zo. Oh my god, het was net zomer weer. Het begint opeens keihard te regenen. Wat is dit? Nou, ik ben goed aangekomen. En ja, mijn wenkbrauwen worden dus gedaan. En nu gaan we... Hallo. En we gaan nu meetpunten zetten, toch? Yes, klopt. Kijken voor de vorm van mijn wenkbrauwen. En ja, dan ga ik jullie vandaag een beetje meenemen hoe het allemaal gaat. Ik ben echt super erg benieuwd. Oké, de wenkbrauwen die zijn er nu op getekend. En zo gaan ze worden getatoeëerd, is het toch? Ja, eigenlijk is het gepigmenteerd. Okay. Tatoeëren is wel echt iets anders. Dat gaat een stuk dieper. Ja. Dus dit wordt gepigmenteerd. Ja. Ja, ja. Gaan we starten. We gaan eerst de kleur kijken die bij je past. En dan... Let's ik ben go. Benieuwd. Yes. Gaan we lekker liggen. Oké, we gaan nu beginnen. Yes, ik zal je even de snelheid of de naald laten zien. Zoals je ziet is het een super dun naaldje. En daarmee gaan we starten. Ik ga dan altijd met snelheid heen en weer. Dus het geluid zal af en toe een beetje veranderen. Oké. Okay. Maar wat is het? Nu ziet het er zo uit. Oké, we gaan nu de wenkbrauwen inkleuren. Het is net een lijntje getekend en nu wordt het ingekleurd. Nou, de wenkbrauwen zijn nu allebei een keer ingekleurd. Deze gaan we nu puntje op de i zetten, maar deze is... Deze is helemaal klaar. Finish. Helemaal on fleek. Yes. Oh, het wordt zo gaaf. Nou, de wenkbrauwen die zitten er helemaal op. Het is echt super, super gaaf. Echt zo mooi. En over een tijdje, hoe lang zit het tussen? Vier weken. Dan is zeg maar een tweede keer. En dan gaan we even kijken hoe de kleur is. Wil ik het nog donkerder? Wil ik het zo houden? Of misschien eventuele opvulling. Maar het ziet er echt super gaaf uit al. Echt heel erg blij mee. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ja, het staat hier erg goed. Ja, het staat echt heel mooi. Ja. Het is inmiddels 2:30. Ik zit nu in de auto en mijn wenkbrauwen. Oh, wat mooi. Echt zo gaaf dit. Ik ben er zo blij mee, want het hoeft gewoon niet meer te tekenen. Als ik wakker word, zie ik er gewoon meteen een soort stuk verzorgder uit. De kleur neemt toch wel iets af. Dus ja, we moeten even kijken hoe dat... eruit gaat zien. Maar ik vind het zo mooi. En ze zijn nu echt voor het eerst in mijn leven gelijk. Want ik kon ze nooit gelijk tekenen. Oh, wat ben ik er blij mee. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat staan. Oh, kijk hoe strak en hoe netjes. En wauw. Echt zo blij mee. Ik heb het dus gedaan bij AS Studio. In Purmerend. Ik zal sowieso de website in de beschrijving zetten. En een linkje van haar Instagram. En wauw. Echt top. Inmiddels al 2:30 en ik heb zo een honger. Dus ik ben even langs een Burger King gegaan. Ik heb lekker Twister fries.
Wow, ik heb een veel. En een cheeseburger. Oké, ik ga nu. Ik kan mijn burger eten. Ik word vergeten hoe lekker de cheeseburgers zijn van de burger. Echt veel lekkerder. Maar ik ga nu rijden en eten. Dus ik ga even naar huis. Ik klink echt verkouden. En dan ga ik even kijken wat ik ga doen. Oh my god, ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik hierbij ben. Ik heb nu gewoon bijna geen make-up op en het ziet er gewoon meteen zoveel beter uit. Je hoeft dus gewoon nooit meer je wenkbrauwen te doen. Het blijft zo mooi en ze gaan helemaal afmeten op je gezicht welke vorm goed staat. Ja, ze worden helemaal gelijk gemaakt en gewaxt. En ja, ik ben er echt zo goed over te spreken. Ik ben er echt super blij mee. We zijn inmiddels een tijdje verder en ik heb hem helemaal gelukt. En kijk hoe perfect die wenkbrauwen nu zijn. Echt, ik ben er zo blij mee. Het is zo chill. En ik heb een super leuk pakketje van Chiquelle ontvangen. En die ga ik nu even laten zien. Ik heb deze top aan met mijn nieuwe broek van The Most Wanted. En deze hakken eronder. De broek heeft alleen geen zakken, dat is wel kut. Maar dit is mijn outfit voor tonight. Nou, we gaan gezellig eten met de girls. We hebben lekker eten. In heb heerlijk gekookt. Zo, Isabel, heb je honger? Ja, oh, wat leuk. Isabel. Ja, hallo. Nou, we zijn bij Indy lekker aan het opmaken. Sarah heeft haar gedaan door Savannah. En Sarah heeft mijn make-up gedaan. Alleen mijn haar is nog een beetje... Nou, wimpers had ik al... Ja, je ziet op camera, zie je het niet, maar... Het is wel lekker fliek. Nou, ik word opgemaakt, mijn haar wordt gedaan. Ik had natuurlijk thuis al opgemaakt door Sil. En Sil is kapper, dus die kan waarschijnlijk fucking mooi. Want ik kan nooit mijn haar krullen, ik kan het niet. Jij ook niet. Ik ook niet. Oeh, spannend. En Indy is iedereen fucking mooi aan het opmaken. Ik sta even hier onder het licht. Maar we gaan gezellig in het woudje. Hè, meid? Ja. Sowieso. En dan hebben we ons haar gekruld. Boobie! Oh. Het is maandag. En ik ben gisteren weer vergeten de vlog af te sluiten. Echt elke zondag gaat het hetzelfde. Maar op zondag dan vergeet ik gewoon dat ik vlog. Want dan leef ik gewoon niet meer, zeg maar. Dan ga ik alleen op mijn bed liggen en een beetje eten. En daar blijft het maar bij. Maar ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet zeker niet een duimpje omhoog te geven. En mij te abonneren. Zo, morgen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei.